Capitulum primum imperium romanum, lectio seconda. We gaan ons tweede lesje bekijken. Lectio seconda, regel 22 tot 61. En nihilus fluvius est. Nihilus fluvius est. Est fluvius magnus. Magnus betekent groot. Nihilus fluvius magnus est. Tiberis. Est fluvius Tiberis. Fluvius Tiberis non est fluvius magnus. Tiberis fluvius parvus est. Het tegengestelde van elkaar. Magnus is groot, parvus is klein. Renus non est fluvius parvus. Sed fluvius magnus. De Rijn is geen kleine stroom, maar een grote. Nilus et Remus non fluvii parvi, sed fluvii magni sunt. Meervoud hier, want de Nijl en de Rijn zijn onderwerp. En we krijgen hier het meervoud fluvii parvi. Fluvius was het enkelvoud. Stroom, rivier, fluvius. Dat is een mannelijk woordje op us. En het meervoud stromen gaat uit op i. Fluvii parvi. Dus Nilus et Remus non fluvii parvi, sed fluvii magni sunt. Danuvius quoque fluvius magnus est. Ook de Donau is een grote stroom. Corsica insula est. Insula. En jullie zien hier een eiland. Corsica is een eiland, insula. We hebben allemaal woordjes gehad. He. Fluvius was mannelijk woord. Insula is vrouwelijk, gaat uit op a. Dus vrouwelijke woordjes gaan uit op a. Corsica, insula. Corsica, et Sardinia, et Sicilia. Drie eilanden, Corsica, Sardinië en Sicilië. Insulae sunt. We hebben nu meervoud. Drie verschillende eilanden. Ze zijn vrouwelijk. En wat krijgen we als uitgang? Ae. Dus het meervoud is ae. Bij fluvii was het meervoud van het mannelijk woordje fluvius. Insulae is het meervoud van het vrouwelijke woordje insula. Eiland. Britannia, quoque insula est. Een heel groot eiland. Britannia, insula, magna est. Italia, insula non est. Is geen eiland. Het lijkt wel een eiland te zijn, want het is helemaal omgeven door de zee, maar het hangt nog vast aan het land. Dus het is non est insula. Sicilia, insula magna est. Dat is een heel groot eiland, insula. Melita est insula parva. Melita, Malta, is een klein eilandje, heel klein. Britannia non insula parva, sed insula magna est. Melita est insula parva. Magna parva. Sicilia et Sardinia non insulae parvae, sed insulae magnae sunt. We hebben nu meervoud, Sicilië en Sardinië, twee eilanden, vrouwelijk, insulae, parvae, ons woordje, ons bijvoeglijk naamwoord, klein, past zich helemaal aan het woordje. Hè? Dus insulae, parvae, klein eilanden. Maar ze zijn insulae magnae, ze zijn grote eilanden. Ja? Brundisium oppidum est. En nu hebben we het laatste geslacht wat we in het Latijn kunnen hebben. We hebben al vrouwelijke en mannelijke woordjes gehad. Fluvius is ons mannelijk woordje. Fluvius, een stroom. Fluvii, meervoud, de stromen. We hebben insula, een eiland, dat is een vrouwelijk woord. Gaat uit op a.
insulae voor het meervoud, eilanden. En nu hebben we het woordje oppidum. Oppidum zien jullie hier, dat is een stad. En dat is een onzijdig woordje. Die hebben we nog niet gehad. Oppidum, woordjes op oem zijn onzijdig. Brundisium is een stad. Brundisium et Tusculum, twee steden, Tusculum en Brundisium, sunt zijn oppida. En nu hebben we het onzijdig meervoud, dat gaat uit op a, oppida, steden. Dus Brundisium en Tusculum zijn steden. Onzijdige woordjes gaan uit op om en in het meervoud zijn ze a. Eén stad is een oppidum, twee steden zijn oppida. Sparta, quoque oppidum est. Sparta is ook een stad. Brundisium est oppidum magnum, is een grote stad. Je ziet ook weer dat het bijvoeglijk naamwoord helemaal mooi overeenkomt met het woordje waar het bij staat. Dus een grote stad, oppidum magnum. Als ik zou zeggen een groot eiland, is het een insula magna. Als ik zeg het is een grote stroom, dan is het fluvius magnus. Dus ons woord, ons bijvoeglijk naamwoord, gaat altijd zich mooi aanpassen. En dat heet in een mooie term congrueren, overeenkomen, komt altijd overeen met het woordje waar het bij staat. Het zelfstandig naamwoord waar het bij staat. Dus Brundisium est oppidum magnum. Tusculum oppidum parvum est. Tusculum est parvum. Kleine stad. Delphi quoque oppidum parvum est. Delphi is ook een kleine stad. Delphi. Delphi, dat ziet er niet mannelijk uit, precies op i, hè? Delphi, maar dat is een woordje dat altijd meervoud is in het Latijn, dus zoals fluvii, stromen, Delphi is altijd meervoud, hoewel je het enkelvoud moet vertalen, dat is eigenlijk een begrip. Delphi is ook een kleine. Tusculum et Delphi, non oppida magna, sed oppida parva sunt. Tusculum en Delphi zijn geen grote steden, en nu heb je weer magna, dat zich mooi aanpast aan oppida, grote steden, onzijdig, maar ze zijn kleine steden. Oppida, parva, sunt. Sparta est oppidum graecum. Est oppidum graecum, het is een Griekse stad. Graecus, graeca, graecum is weer een nieuw bijvoeglijk naamwoord dat we kunnen leren. Graecus, bijvoorbeeld een fluvius graecus, dat zou dan zijn een Griekse stroom. Een insula graeca is een Griekse eiland. En een oppidum graecum is dan een Griekse stad. Het Sparta est oppidum graecum. Sparta et Delphi. Oppida graeca sunt. Hier krijgen we weer het meervoud. Er zijn twee steden, dus we moeten hier meervoud krijgen. Oppida zijn Griekse steden. En ons bijvoeglijk naamwoord wordt helemaal weer op dezelfde manier verbogen, als zijn substantief. Als het Tusculum non oppidum graecum, sed oppidum romanum est. Het is geen Griekse stad, Tusculum, sed oppidum romanum est. Het is een Romeinse stad. Tusculum et Brundisium sunt oppida romana. We hebben hier meervoud weer. Oppida romana sunt. Tusculum et Brundisium zijn twee steden. Duo oppida sunt, et sunt oppida romana. Sardinia insula romana est. Insula romana est. Est insula et est romana. Creta, Rodus, Naxus, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Euboea sunt insulae graecae. En we hebben hier een heleboel moeilijke namen. Hè? Creta, Rodos, Naxos, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos en Euboea zijn Griekse steden. We hebben hier insulae graecae, dus het meervoud van insula was insulae.
En we zetten daar Grieks mooi bij. Insulae Graecae. En die steden die hier opgesomd zijn allemaal prachtige, prachtige, prachtige eilanden in Griekenland te bezoeken. Zeker is dat. In Italië et in Graecia sunt multa oppida sunt. Er zijn veel steden in Griekenland en in Italië. In Gallia et in Germania multi sunt fluvii. We hebben hier veel stromen, multi fluvii sunt, zijn er in Gallië en in Germanië. Sunt ne multi fluvii et multa oppida in Arabia. We krijgen hier weer de vraag, hè? Het partikeltje ne plakt aan het eerste woordje van de zin. Dan hebben we een vraagje. Sunt, zijn er veel stromen, multi fluvii et multa oppida in Arabië? Zijn er veel stromen en veel steden in Arabië? In Arabia non multi, sed pauci fluvii sunt et pauca oppida. En pauci, dat komt van paucus, hè, betekent weinig. Dus in Arabië zijn niet veel, maar weinig fluvii stromen. En zijn er pauca oppida, ook weinig steden. In Arabië is het droog, veel stromen zijn er niet. En het is ook zeker niet zo dik bezaaid met steden als Italië en Griekenland. Num Creta oppidum est. Creta oppidum non est. Hier iets nieuws. Als je een vraagzinnetje begint met num, dan is het antwoord dat je verwacht negatief. Dus Creta is toch geen stad? Nee. En dan moet je erbij denken: nee, natuurlijk niet. Creta is geen stad. Hè? Dus num wijst eigenlijk op een vraag waar je van verwacht dat mensen nee gaan zeggen. Hè? Ze gaan het ontkennen. Quid est Creta? Wat is Creta? Quid est? Wat is het? Quid est Creta? Creta insula est. Num Sparta insula est? Sparta is toch geen stad? Ah, Sparta is natuurlijk geen stad. Sparta non est insula. Ja, dus dezelfde manier van vragen. Quid est Sparta? Wat is Sparta dan? Quid est Sparta? Sparta oppidum est. Het is een stad. Renus, quid est? En je ziet, je kunt in het Latijn heel vlotjes woordjes van plaats veranderen, hè? De Rijn, wat is dat? Zoals in Nederlands. Of wat is de Rijn? Renus quid est. Had ook kunnen staan quid est Renus. Wat is de Rijn? Wel, Renus est magnus fluvius, is een grote stroom. Num Oceanus Atlanticus parvus est? Non parvus et magnus est Oceanus. Is de oceaan, de Atlantische Oceaan, is die klein? Is die dan niet klein? Is die toch niet klein, hè? De Atlantische Oceaan. Is die klein dan? Nee, de Atlantische Oceaan, of de Oceaan Oceanus, non parvus sed magnus est. Die is niet klein, die is groot. Ubi est imperium Romanum? Ubi est, waar? Ubi est imperium Romani? Waar is dat gelegen? Waar ligt dat Romeinse Rijk? Imperium Romanum est in Europa, in Azië. Et in Afrika. Dus het Romeinse Rijk ligt op die drie continenten. Ligt in Europa, in Azië en in Afrika. En let goed op die lange A die na die in altijd moet. Hè? In Europa, in Azië, et in Afrika. Langer uitspreken. Hispania et Syria et Aegyptus provinciae Romanae sunt. Hispania et Syria et Aegyptus zijn provinciae Romanae, zijn Romeinse provincies. Provincia is een nieuw woordje, een provincie. En we hadden al insula, is ook een vrouwelijk woordje op A, provincia ook. Provinciae Romanae, hier meervoud, want er zijn er drie. Spanje, Syrië en Egypte zijn Romeinse provincies. Germania non est provincia Romana. Germania in imperio romano non est. Germania, dat zien we hier liggen, dat is het witte gedeelte.
Dat zijn de grote vijanden van de Romeinen altijd geweest. Hier zie je de Rijn. En de Rijn is de rijksgrens eigenlijk. Het Romeinse Rijk loopt tot aan de Rijn. De Germanen zijn eigenlijk nooit overwonnen door de Romeinen. En ze zijn altijd zelfstandig gebleven. En dus Germanië is geen Romeinse provincie. Germanië in imperio romano non est. Dat ligt niet in het. Sed Gallia, sed betekent maar, hè? Tegenstelling maar. Sed Gallia et Britannia sunt provinciae Romanae. Hè? Gallië en Britannië, dat zijn wel Romeinse provincies. In imperio romano, multae sunt provinciae. In dat Romeinse Rijk zijn er veel provincies. Multae provinciae sunt in imperio romano. Magnum est imperium romanum. Het Romeinse Rijk is groot. Magnum est. En dat is dan onzijdig, want imperium is onzijdig woordje. Het Romeinse imperium. En dan krijg je ook magnum, dat die omkrijgt. Magnum est.